Ja, daar ben ik weer. Nick kwam net de auto in, dus toen moest ik even ophouden. Nou, we hebben inmiddels heerlijk gegeten bij Le Chameleon, zoals dat heet. Ik heb heerlijke gefrituurde calamari gegeten en Nick had lamscurry. Ja, want het is Thanksgiving en dan mag je lekker eten. Maar vanavond gaan we spaghetti carbonara eten en ik ga nog speciale cupcakes bakken naar het recept van die vent van Heel Holland Bakt, zo heet hij ook weer. Rogier? Nee, hij heet niet Rogier. Nou ja, die meesterbakker zeg maar. Dus Robert, dat was het. En voor de rest gaat alles goed. We zijn hartstikke druk met het werk. Ik ben 7 dingen tegelijk aan het doen. Ik moet nu de drukproeven controleren voor het boek en dan kan het gedrukt worden, zeg maar. En dan komt het begin december naar Nederland. En voor de rest ben ik dan allerlei verkoopkanalen aan het opzetten. En de website is klaar in inandoutofafrica.nl. En ondertussen moet ik nog proberen om een soort van funding te krijgen. Omdat ik meer boeken wil gaan schrijven. En dan kun je via het cultuurfonds een funding vragen. Dus dat ben ik ook nog aan het doen. En ja, zo zijn we lekker bezig. En voor de rest gaat het hier prima. En ik hoop bij jullie ook. Het is hier nu voor het eerst vandaag lekker warm. Want we krijgen hier de zomer natuurlijk. En voor de eerste keer sinds ik hier ben, hebben we eigenlijk weer waardoor je met blote benen buiten kan lopen. En niet dat de wind zeg maar zo staat. En gelukkig maar, want ze zijn bij ons het dak aan het repareren. En volgens Nick wijzen van de trap af. Op het moment van de ladder af. Als het heel hard gaat waaien. En dat is natuurlijk een beetje eng. Nou, dat was het voor vandaag. Ik hoop dat jullie een fijne Thanksgiving hebben. Succes met de kalkoenen. En tot de volgende keer. Dikke kus. Goedemiddag allemaal. Ik ben Wilma Vervoort. En het is vandaag Thanksgiving. Dus Nick en ik hebben vanmorgen tegen elkaar al gezegd waar we dankbaar voor zijn. En dat was allereerst natuurlijk dat we bij elkaar zijn. Want dat is echt iets om heel blij mee te zijn. En dat vieren we eigenlijk elke dag. Maar zeker vierden we het ook omdat we cupcakes mochten.